Kijk, dus een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het mijn irritaties aan mensen. Ik ga jullie vandaag vertellen wat mijn irritaties zijn aan mensen. En het kan goed zijn dat jij je aan andere dingen irriteert. Of je echt denkt van, hier irriteer ik me echt niet aan. Het zijn mijn irritaties. Het is vrij persoonlijk. Maar het leek me toch leuk om deze video op te nemen. Dus vind je deze video nou wel leuk? Het was een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou heel snel beginnen. Let's go! Nummer 1. Als mensen tegen jou stop zeggen dat je moet stoppen met een geluid maken of met fluiten of weet ik veel. En vervolgens zelf verder gaan met fluiten. Dan denk ik echt van, je zegt net tegen mij, stop daarmee. En dan ga je vervolgens zelf daar verder mee. Denk echt van, ben jij meer dan mij of zo? Volgens mij niet. Dus stop nou zelf ook maar, want het is echt heel irritant als ik het niet mag en jij vervolgens wel. Dus nee, niet meer doen. Nummer 2. Als mensen zeggen dat je niet in een joggingsbroek / trainingspak naar school mag komen, waarom niet? Weet je hoe lekker een joggingsbroek zit? Nee? Dan zou ik het maar eens heel snel gaan uitproberen, want het zit echt fucking fijn. En dan gaan mensen zeggen, je moet gewoon in normale kleren naar school komen. Niet in van die chappy kleding of weet ik veel hoe ze het allemaal zeggen. Of van, joggingsbroek is toch voor in huis. En dan denk ik van, het zit super lekker. En dan ga jij mij verbieden om een joggingsbroek aan te doen. Nee. Dat gaat hem niet worden. Ik doe gewoon lekker mijn joggingsbroek aan, want het zit fijn. En als jij een vest aan wilt doen, dan doe jij een vest aan. Want het kan gewoon. Het maakt niet uit. Al trek je je pyjama broek aan. Boeiend. Als het fijn zit, dan doe je het ook lekker aan. Dus, knoop het goed in je oren. Je kan gewoon met een joggingsbroek / trainingspak naar school. Niks mis mee. En niet naar die mensen luisteren die zeggen, nee, kan niet, is voor in huis. Want nee, dat is bullshit. Knoop het in je oren, alsjeblieft. Nummer 3. Als mensen iets aan jou willen vertellen, bijvoorbeeld als je vriendin van de fiets is afgevallen of whatever. En dan gaan vertellen, ja, ik moet je wel vertellen. Gisteren is mijn vriendin van de fiets afgevallen. En gisteren ben ik ook van de trap afgevallen. Dat ze er gewoon vol overheen gaan praten. Het boeit me niet of je van de trap af bent gevallen. Je wilde mij iets vertellen over je vriendin. En dan ga je gewoon verder praten over jezelf. En dan uiteindelijk over 3 uur ga je pas weer vertellen over je vriendin. Wat daar is mee gebeurd is. Zo van, je begint over iets en dan ga je verder met iets anders. Nee, ga gewoon verder waar je over aan het praten was. Als dat klaar is, ga je vertellen over dat jij gisteren van de trap bent gevallen of zo. En niet eerst van, oh ja, mijn vriendin is gisteren van de fiets afgevallen. Nee, wacht. Ik ben gisteren ook van de trap afgevallen. En ja, nee, echt super veel pijn. En dan 3 uur later, oh ja, mijn vriendin. Nee. Bitch. Nee. Niet doen. Nee. 4. Mensen die domme vragen stellen, zoals hoe oud ben je, hoe lang ben je, hoeveel huisdieren heb je, waar woon je? Nee, het interesseert niemand. Het interesseert niemand hoe oud ik ben, hoe lang ik ben, waar ik vandaan kom. Het interesseert niemand. Waarom vraag je het? Als je vraagt aan mij, als je nou nog een nuttige vraag stelt, bijvoorbeeld waar heb je deze deuspet gehaald? Kijk, daar kan ik antwoord op geven. Maar als je vraagt hoe oud ben je, dat boeit echt niemand. Als ik nou zeg, ik ben 14, dan denk je echt van, nee, het is 14. Nou, wat heb je eraan? Helemaal niks. Wat kun je ermee? Niks. Dus waarom weet je het? I don't know. Dus vraag het gewoon niet. Het boeit niemand. 5. Mensen die aan het fluisteren zijn. Of nou ja, heel hard aan het praten zijn. En zijn bijvoorbeeld uit van, oh ja, ik vind die en die leuk. Oh ja, ja. Oh ja, is heel knap, ja. En dat je dan zo kijkt. Dan zeggen, heb ik iets van je aan of zo? Voel je je aangesproken? Dan denk ik van, fluister het dan. En ga niet zo hard schreeuwen. Want als jij iets zegt tegen iemand, dan kun je het ook zachtjes zeggen als niemand anders hoeft te weten. En hoef je niet zo, ga lopen schreeuwen. Ja? Ga niet hard praten als niemand anders het mag horen. Of zeg het apart tegen degene. En ga niet in een volle klas het vertellen. Want dan kan je donder op zeggen dat mensen je gaan aankijken of gaan vragen waarover het gaat. Ja. Oké. Onthoud dat. En nummer 6. Mensen die
heel veel make-up dragen. En dan heb ik het niet over een beetje mascara of foundation. Nee, dan heb ik echt over zo'n dikke laag foundation. Die mensen die gewoon oranje zien van de foundation. Daar irriteer ik me echt zwaar aan. En die dan ook gewoon aankijken van, heb ik iets van je aan? Ja, want je ziet oranje. Dus dan kijk ik. Dat is nogal logisch volgens mij. Als jij geel uitziet, dan ga je toch automatisch naar diegene kijken of heb ik dit nou? Dus dan moet je niet komen van, heb ik iets van je aan? Ja, je ziet oranje. Ga je make-up eraf halen. Snap? Oké, mensen met veel make-up, voel je niet aangevallen? Nee, nee, nee. Want ik mag jullie gewoon allemaal hoor. Maar als je oranje ziet, dan moet je er wel iets aan doen. Ja. Onthoud dat. Nou, en dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie mijn gezeik leuk vonden. Zo ja, doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. Zo niet, doe dan ook nog even een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik echt super tof vinden. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En mij op social media te volgen. En dan zie ik jullie bij de volgende video gewoon weer. Doei doei!